Document 44 houdt DNA-leden in de greep. TD-zuur introduceert nieuwe technische toepassing. En Lyot schaft brandstoftoelagen op vliegtuigtickets af. Goedenavond, dit is vrijdag 29 januari en dit is het STVS-journaal. De leiding van het parlement en de oppositionele fracties persisteren in hun standpunten en zienswijzen over het productiedocument 44. Zowel de oppositiefracties als de voorzitter van de Nationale Assemblée, Jennifer Simons, hebben vandaag meer informatie verschaft aan de pers over de commotie die gisteren is ontstaan in het parlement over dit document. In een persconferentie toonde PL-fractieleider Paul Somohardjo een lijst waarop zowel hij als Raymond Sapoen in rood staan aangegeven als fractieleiders van de PL. PL en de rest van de oppositionele partijen beweren dat er op de website van de Nationale Assemblée tot gisteren voor de commotie ontstond een ledenlijst bestond waarop alle DNA-leden vermeld stonden per fractie. Op deze lijst stonden twee PL-fracties vermeld. De fractie onder leiding van Paul Somohardjo met de leden Ingrid Karta-Bink en William Waidu en de fractie onder leiding van Raymond Sapoen en het lid Deepak Kumar Chitan. Het is deze lijst die is gebruikt in het productiedocument 44, maar in dit document is volgens Somohardjo de toevoeging fractieleider achter de naam van Sapoen geschrapt. Simons hierover. De leden van die politieke partij zijn lid van het parlement, maar het parlement, vertegenwoordigd door de voorzitter, is partij geworden in de zaak. En we hebben toen als parlement besloten om advocatenkantoor Van Dijk aan te trekken, later ook Kraag. En in de besprekingen met die advocaat, zoals u een advocaat heeft, wanneer u een zaak heeft, iemand heeft een zaak, heeft u advocaat. U gaat alles met uw advocaat bespreken. En in die besprekingen met die advocaat heeft onze advocaat ons gezegd dat er door de andere kant is gezegd dat ze een document hebben dat aantoont dat er een fractie Sapoen is. Wij zeggen, wij hebben dat niet, dus ik laat de griffier vragen. Ik zeg, griffier, heeft u een of ander document waarop staat dat u een fractie Sapoen heeft? De griffier zegt, nee, we hebben dat niet. Dus in die vergadering met de jurist en onze deskundige is toen dit document, wat een gewoon werkdocument is van DNA, het is geen extern document, het is niet iets wat we zouden uitgeven aan iemand anders, waar de griffie mee werkt, ik ken dat zelf ook niet tot dat moment. Het is waar de griffie mee werkt om te laten zien aan mij en aan de jurist van nee, wij hebben geen document met de fractie Sapoen. Okay? Dus dat is toen overhandig aan de jurist. Wat de jurist verder daarmee doet is in de rechtszaal, dat weet ik niet. Maar er is geen document vervalst in de Nationale Assemblée. De samenleving mag rustig zijn daarover. Er is een politiek gevecht aan de gang. Tussen een politieke partij, haar lid, tegen de voorzitter en het parlement. Omdat men wil afdwingen iets wat men wil. Het is een politieke fitting. En jammer genoeg heeft men ervoor gekozen in die strijd de mensen, de griffie van de Nationale Assemblée, als het ware, te blameren. Ik heb onderzoek gedaan, er is niets aan de hand, er is geen document vervalst. Ik kan wel niet zeggen hoe het document in de rechtszaal is gebruikt, dat weet ik niet. Het is aan de jurist gegeven om aan te tonen dat wij, de griffie, niet werken met een fractie Sapoen. Er is geen fractie Sapoen in het parlement. Goed, dus de gemeenschap zal verder geïnformeerd worden. U krijgt straks ook weer het document, beide documenten, te zien. Want de andere kant hebben wij een stuk onder ogen gehad, een pleidooi, waar gebaseerd op de besluitenlijst, de werkelijke besluitenlijst van 23 juli is het, dacht ik, daar staan fracties op. Die zijn opgestaan en iets hebben gezegd over een fractie en dan wordt dat zo opgeschreven. Dat zijn geen besluiten van het parlement, dat zijn dus fractiebesluiten. De leden hebben besloten dat dit hun fractie is. Ik als voorzitter of de Nationale Assemblée kan nooit iemand in een fractie zetten. Het zijn echt de leden zelf die dat doen. Volgens Somohardjo is dit document vervalst en dit vervalste document is door advocaat Nalia van Dijk gebruikt tijdens de rechtszitting tegen de staat en DNA-voorzitter Simons. En om aan te tonen dat hij de waarheid spreekt,
laat Somahar dus zien dat als er sprake was van één PL-fractie, de nummering zou moeten zijn conform het aantal PL-leden, dus in dit geval van 1 tot en met nummer 5. De lijst laat een andere weergave zien. En wat, was het onder, wat zou het onderzoek moeten zijn, mijn mensen? U legt één document. Dit zou je moeten vergelijken. Dit was het onderzoek. Dit zou je moeten zien. Dit is het besluit. En dit is het verslag. En het komt niet overeen. Oh, er is iets misgegaan. Corrigeren. Leiderschap tonen. Gezag laten tonen. Eerlijkheid laten tonen. Integriteit voorop stellen. Betrouwbaarheid voorop stellen. Corrigeren. En publiekelijk bekendmaken, er is een fout geweest. Toch? Maar nee, als men ziet dat er een ernstige en een grove fout is gemaakt, gaat men nu zoveel deskundigheid bijhalen. Zoveel argumenten zoeken om dat onrecht goed te praten. Los van het papier dat niet ligt. De website is daar. En men was vergeten dat men de PL-fractie op de website heeft geplaatst. PL-fractievoorzitter, de heer Somohardjo, vervanger de heer Waiju en mevrouw Ingrid Kartabin. Klaar was het. Toen men erachter kwam, was de vergadering al begonnen gistermiddag. Waiju, ik weet niet of die foto, of het hem gelukt is om die foto nog te schieten. Ziet u? Dus ik lieg niet. Hij wees me nog één. Kijk hier. Ik zeg, ja, jongen, ja. Fop, beeld weg. Beeld terug. 3 leden waren er daarvoor. Voordat het beeld verdwenen was. Nadat het beeld terug is gekomen. 5 leden. Hoe moet je dit college nou vertrouwen? Erkenning van de fractie van PL is terug te vinden in die spreektijdenregeling. Ja, ja. Waar de per tjaloer, ieder assembleelid heeft ongeveer 1 uur ter beschikking. En de per tjaloer heeft volgens die officiële lijst van de assemblee 3 uren gehad. Waar zijn die 2 uren van meneer Tieten en meneer Sapoer? Meneer Sapoer, mevrouw Simons is in dit geval de verantwoordelijke. Wie weet of mevrouw of de griffier gedicteerd wordt door mevrouw Simons. Want hier staat duidelijk mevrouw Simons, voorzitter, en de griffier. En de heer Breveld. Ja? Sterker nog, als mevrouw Simons de zaak probeert te verdraaien, dus dat is alleen maar een werkstuk van de griffier. Wie is de griffier? Met welke bevoegdheid heeft de griffier om dan een partij nog een fractie beter in te lasten? Ja, en dan zeggen ze, ja, alleen maar de naam Sapuntjidam. Hij is geen fractieleider. Maar in de, hier in de agenda, nationale agenda, wie de leden zijn van de Nationale Assemblee, hier 2020, staat duidelijk, hè, alle met rood, wie fractieleider zijn. Hier hebben wij bij weet mevrouw Simons voorzitter, en dan hebben we hier de heer Breveld, fractieleider, de heer Breveld, allemaal met rood. En Sapoen staat ook hier met rood aangetekend, fractieleider. Dus de hoofdschuldige, mevrouw Simons, ja, en als fractieleider welke fractie? Fractieleider van partijen. DNA-voorzitter Simons blijft erbij dat het gepubliceerde stuk niet vervalst is, maar dat het om een werkstuk van de griffier gaat. Simons legt uit dat de Nationale Assemblee onnodig gesleept wordt in iets dat tussen PL en haar leden plaatsvindt. Zoals u heeft gehoord tijdens de vergadering, hebben de leden Sapoen en Chitan in die vergadering gezegd, wij vinden het vreemd, wij zijn leden van de partij Luhur. Waarom zijn wij niet in die fractie? Dat is genoteerd. U hoort mij ook zeggen, nou, dat zal dan moeten worden bekeken. Want ik kan niet bepalen waar de leden horen. Wanneer u straks gaat kijken, en ik doe ook een beroep op de hele samenleving, te kijken naar die documenten, want ik zag ze, dacht ik, in ik weet niet welke krant vanmorgen, dan zult u opmerken dat dit werkdocument van DNA geen fractiesapoen heeft. Er zijn ook geen 2PL-fracties. Want als u goed kijkt, dan gaat u zien dat bij elke fractie, ook de eenmansfracties, staat er fractieleider. En als er meerdere mensen zijn, waarnemend fractieleider. U gaat zien dat bij de 2PL-leden er geen van die dingen staat. Omdat ze geen fractie zijn. Daarom heeft u ons horen zeggen dat we nou eindelijk iets moeten gaan doen aan die terugroepwet. Want deze situaties geven het parlement en ook de griffie problemen.
Want de leden staan op in de vergadering en zeggen, wij zijn PL-leden. En dat klopt ook. Ze waren PL-leden. Ze waren lid van de partijleider. De partijleider zit in de vergadering en zegt, protesteert niet. En zegt niet van, nee, ze zijn geen PL-leden. Ze schrijven ook brieven en zeggen, wij zijn PL. Ze schrijven brieven aan hun partij met CC naar de voorzitter, we zijn PL. Waarom zijn wij niet in de fractie opgenomen? Wij kunnen als voorzitter en parlement niet bemoeien in die situatie. Maar de leden zijn wel lid van het parlement. Dus de griffie moet een manier vinden om ze ook aan te schrijven. Wanneer er een fractie is, dan kan de griffier bijvoorbeeld de fractieleider aanschrijven om een bericht te geven. Maar, of een fractiesecretariaat hebben we nu. Maar wanneer die leden niet in de fractie van de partijleider zitten, kan de griffie die leden niet aanschrijven via de partijleider. Maar de griffie kan ze ook niet via de VHP, de NDP of de DOE aanschrijven, want ze zitten ook niet in die fracties. Daarom staan ze apart op de griffie-lijst. Het is een werkdocument. De griffie moet die twee leden apart aanschrijven, want ze zijn in geen enkele fractie. Dus vandaar dat ze ook apart daar staan. En om te doen alsof dit document vals is, oppositionele partijen hebben aangegeven nu bezig te zijn met juristen om de zaak verder te onderzoeken. Indien er een klacht ingediend moet worden bij de PG en de Interparlementaire Unie, zal dat ook gebeuren. Het laatste woord in deze zaak is nog niet gesproken. De vergadering van gisteren over de terugroepwet is tot nader orde vandaag. En het telecommunicatiebedrijf Telesuur heeft vandaag een stap gezet in het verder moderniseren van zijn telecommunicatienetwerk. De LTE, Long Term Evolution Techniek, is toegepast op de vaste en draadloze breedbandverbindingen. Deze techniek is zeer efficiënt in het afhandelen van het internetverkeer, zegt Gardelito Heuaki, president-commissaris van de Raad van Commissarissen bij Telesuur. LTE is na 4G de geüpdate versie binnen de telecommunicatie-industrienorm. De behoefte voor LTE kwam voort uit het groeiend aantal klanten die door ons nog niet voorzien konden worden van een breedband internetverbinding. In cijfers uitgedrukt is dat ruim 5000 klanten, waarvan sommigen langer dan 5 jaar wachten op de realisatie van de aanvraag. Met dit product wordt vanaf vandaag aan deze klanten een passende oplossing geboden. Dit soort innovaties en ontwikkelingen smaken natuurlijk naar meer. Niet alleen voor Telesuur zelf, maar uiteindelijk voor een grote groep van gebruikers. U weet, de beschikbaarheid van breedbandverbindingen voor internet worden tegenwoordig wereldwijd beschouwd als een basisbehoefte voor het verder ontwikkelen van de maatschappij. Breedband draagt daarbij bij aan de economie, de educatie, communicatie en productie van een land. Suriname heeft wat dit betreft nog tal van onbenutte mogelijkheden op dit gebied. De introductie van LTE is daarom een belangrijke stap om enerzijds aan deze nieuwe basisbehoeften van onze samenleving te voldoen en het zal tegelijkertijd helpen om barrières bij de verdere ontwikkeling van productie en educatie en commercie weg te nemen. Vandaag is fase 1 opgeleverd waarbij 31 LTE-sites in de districten Paramaribo, Wanica, Komowijnen en Nikeri in werking zijn. De tweede oplevering is op 31 juli, dan is de landelijke spreiding van deze techniek een feit. En tot zover het journaal vandaag. Ik wens u nog een hele fijne avond toe. Tot de volgende keer.